Nou, beste kijkers, vandaag Schouten en Schepenen op een wel bijzondere locatie. We zijn in het buitengebied en op de achtergrond ziet u wel een heel bekend bruggetje. Kent u het nog niet, dan leert u het eigenlijk vanzelf wel kennen. En ik heb hier bij me meneer Van der Boogaard en die gaat ons daar vast en zeker iets over vertellen. Ja, we staan hier inderdaad op een bijzondere plek aan de ringbaan bij de Kroonbeek. Dat heeft te maken met een stuk natuurontwikkeling achter ons voor Koningsven de Diepe. Koningsven de Diepe is een project waarin we dus een stuk nieuwe natuurontwikkeling gaan zien van pakweg 200 hectare. Wat aansluit aan de bestaande situatie van de banen. De Zwarte Weg oversteekt en dan uiteindelijk eindigt bij de Diepe. Om daar dus een heel nieuw natuur te laten ontstaan. Dat lijkt me een heel groot project. Daar hebt u zeker wel een kleine stukjes opgedeeld. Nou, het is duidelijk dat dat een groot project is. Daar zitten ook deelontwikkelingen in. Maar uiteindelijk wat nu voor ligt is in principe om te komen tot een voorontwerp bestemmingsplan. Dat ligt nu voor om daar met elkaar een beeld van te vormen. Dat plan dat heeft een behoorlijke voorgeschiedenis. In 2010 is er al een intentieovereenkomst gesloten met de planontwikkelaars Teunissen en Natuurmonumenten. Met de gemeente om dit plan als zodanig in verdere ontwikkeling te gaan brengen. En als we nou eens even achter u kijken, volgens mij krijgen we dan een beetje beeld. Kunt u mij dat eens even aantonen? Nou, u ziet op de plankaart ziet u denk ik een gebiedsontwikkeling waarbij dus aan één kant de bestaande baan is, waar dus een klassificeerinstallatie staat. En een gebied waar dus een nieuwe natuur ontwikkeld kan worden door het verlagen van een deel van het gebied. Maar ook om daar een stuk delfstofverwinning, ook daadwerkelijk materiaal uit de ondergrond te halen. Waardoor er dus een combinatie ontstaat van natuur in combinatie met open water. En dat open water dat kan dus uiteindelijk een prachtig natuurgebied worden met stiltegebieden. En daarmee dus natuurlijk zeer uitnodigend om daarin te verblijven. Nou, dat lijkt me heel geweldig. En dan heb je twee prachtige natuurgebieden. En daar was nog een andere verbinding die ergens mee gemaakt moest worden. Nou, een verbinding is natuurlijk dat er ook een ontsluitingstracé gemaakt moet worden. Om te zorgen dat we dus op een verstandige manier het zand, de delfstoffen kunnen afvoeren. Nou, die verbinding die wordt natuurlijk gedacht vanuit de binneninstallatie naar het N72. En ook daar is nogal een afweging gemaakt van wat is nou verstandig om de overlast van het verkeer op dat gebied zo af te wikkelen, dat het ook voor aanwonenden, en dan heb ik het met name over de aanwonenden Milsbeek, op een realistische manier gebeuren kan. En wat is dan de oplossing geworden? Nou, we staan hier natuurlijk niet helemaal toevallig. Op basis van een aantal studies die er gedaan zijn. Er is een planstudie gedaan ten aanzien van wat er allemaal ecologisch aan de orde is, wat er in het landschap gebeurt, maar ook, om een heel belangrijk punt te noemen, wat er verkeerstechnisch aan de orde is. En in die verkeersstudie is de Zwarte Weg vergeleken met mogelijke alternatieve routes. En mogelijke alternatieve routes is onder andere het tracé waar we hier staan. Aanvullend is er door de gemeente opdracht gegeven voor een tracé-studie. Dus kijken naar wat zou verkeerstechnisch kunnen. Welk tracé is dan het best begaanbare deel? Vanuit die studies komt dus naar voren dat we hier bij de Kroonbeek eigenlijk tweetal tracés als meest wenselijke keuze naar voren brengen. En als college daar ook in principe besluit over genomen hebben. Om te zeggen van nou, het tracé kan op deze kant van de Kroonbeek en dan kijk ik van hier in de richting van de Drie Kronen om daarmee weer een aansluiting te krijgen naar de N72. Dan wel aan de andere kant van dezelfde beek, ook, maar dan tussen de bestaande woningen in, ook weer op de N72, ook weer via de Drie Kronen. Ah, dus we staan hier eigenlijk op een heel speciaal punt, want hier heb je dan ook de aanhechting op de ringbaan. Ja. Precies, hè. En in die studie is ook heel duidelijk gekeken wat kan het effect zijn van deze weg. Enerzijds de ontsluitingsmogelijkheid voor het zandverkeer, het vrachtverkeer wat daarmee samenhangt. Maar in de verkeersstudie is ook naar voren gekomen dat er een behoorlijke hoeveelheid verkeer, ook zwaar verkeer, over de Zwarte Weg gaat. Dat is toch een vrij groot aandeel. En door deze weg ook zodanig in te richten in combinatie met het ombuigen van het verkeer van de Zwarte Weg naar deze weg toe, kunnen we dus het verkeer op de Zwarte Weg door de bebouwde kom ontlasten en laten afleiden via deze route. Nou, dat is heel mooi. Ja, u weet natuurlijk, dit soort plannen gaan een lange tijd duren. Kunt u mij iets vertellen over de realisatie?
Nou, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de mate waarin dus, zeg maar, aanwonenden dan wel anderen belanghebbenden bezwaren maken. Maar ervan uitgaan dat iedereen op zijn manier inbreng mag hebben, denken we toch wel dat het een traject van pakweg 2 jaar duurt voordat ze, zeg maar, de verschillende stadia doorlopen zijn. En dat betekent dat dus in het kader van de huidige zandwinning er een oplossing gezocht wordt door de vergunning die er nu is voor de banen tot 2013. Om die dus aanvullend te verlengen totdat de procedures voor de Konings van de Diepen doorlopen zijn. Ah, en wat heeft de gemeente nog iets met die verlenging extra in de buidel gekregen? Nou, we hebben een afspraak met initiatiefnemers gemaakt dat om deze weg mogelijk te maken, moeten de initiatiefnemers mogen 2 miljoen kuub extra zand winnen, maar moeten daar dus 50 cent per kuub voor betalen. En daarmee zijn we dus in staat ook die weg te financieren. Nou, dat is een hele mooie deal eigenlijk. Nou, dat is een wezenlijk deel, want uiteindelijk moet natuurlijk de gemeenschap, die toch ook te maken heeft met een stuk overlast, ook een bijdrage leveren door een deel van de middelen die vrijkomen in de toekomst in te zetten voor deze weg. Maar extra, de extra ontsluiting die we hiermee creëren, die wordt dan ook mede betaald door de initiatiefnemers. Nou, een geweldig initiatief. Ik hoop, hè, we spreken elkaar nog vast en zeker een paar malen over dit ding. Aannemen. En ik denk dat we dan heel rustig op de kleine stadia terecht kunnen komen waarin het project zich langzaam zal gaan ontwikkelen. Maar wanneer beginnen ze eigenlijk met Koningsven? Hebt u al een idee wanneer daar de eerste stoppen rond in gaan? De eerste fase waar we dus nu voor staan is het voorontwerp wat nu dus ter inzage wordt gelegd. In de komende weken, 6 weken, ligt dat ter inzage, kunnen mensen daar een zienswijze op aanleveren. Die worden dan uiteraard weer ambtelijk beoordeeld. Uiteindelijk wordt daar een definitief ontwerp van gemaakt. Ook dat wordt daar weer als zienswijze ter inzage gelegd. Dat zal dus een najaar zijn. En we verwachten dat er dus in principe medio volgend jaar een definitief besluit door de raad genomen kan worden. Op basis van de bijgestelde plannen, zover nodig. En dan is er uiteraard een normale termijn dat ook mensen die daar bezwaren tegen willen maken ook gehoord en de mogelijkheid hebben om dat bezwaar ambtelijk te laten voorleggen. Dus wij rekenen erop dat dit uiteindelijk ruim 2 jaar zal duren. En dan zou in principe begin 2016 de fysiek de aanvang kunnen nemen met de realisatie. Nou, dat lijkt me een heel mooi voornemen. Ik dank u heel hartelijk. Ik denk dat het dit wel is voor dit moment. En dat we nu nauwkeurig gaan volgen wat met Koningsven de Diepe, de rondweg en de uitbreiding van de banen allemaal zal gaan gebeuren. Nou, u ziet het wellicht over een paar jaar tot stand komen. Nou, ik wens u veel succes met die realisatie en ik hoop dat we met z'n allen daarvan kunnen genieten.